Goedemorgen. Het is momenteel donderdag 1 april. En nee, dit is geen grap. Ik heb vanavond een toets. Nou ja, vanavond om 5 uur heb ik een toets. Dus ik ben nu even bezig met de proeftoets maken. Het is een toets van gecijferdheid 7. Dus dat betekent eigenlijk een wiskunde rekentoets zonder rekenmachine. Het gaat nu heel veel over priemgetallen en dat soort dingen. Ik ben daar nu een proeftoets van aan het maken, maar het gaat niet heel soepeltjes. Maar meestal haal ik deze toetsen wel. Dus ik hoop dat ik hem deze keer ook haal. Vanavond heb ik dus die toets. Maar ik ga vanmiddag al naar Rotterdam om mijn vriendinnetje weer een keertje te zien. Zij heeft vanavond geen toets, maar die woont in Rotterdam. Dus die komt dan gewoon lekker naar mij toe. En dan gaan we koffie halen, gaan we rondlopen, gaan we even bijkletsen. Maar ik ga jullie weer lekker meenemen. Dit is dus een toetsweekvlog. Maar dan verspreid over een hele lange periode, over ongeveer 3 weken tijd. Want ik heb nu namelijk een toets, dan heb ik weer een stageweek, dan heb ik weer een toets en een deadline. En dan heb ik een stageweek waarin ik een toets en een deadline heb. Dus het is allemaal heel erg druk. En ik ben ook best wel een beetje gestrest. Maar goed, hè. We gaan het gewoon doen. Oké, ik ben nu bij het laatste onderdeel van de toets, dus het laatste onderwerp. En dat gaat over anderstallige talstelsels. Nou, ik kan best van mezelf zeggen dat ik goed ben in rekenen. En meestal snap ik het na 1 keer, maar ik vind dit zo lastig. Het is echt voor het eerst iets wat ik echt heel lastig vind bij gecijferdheid. Als je het interessant vindt of wil weten waar het over gaat, moet je maar even het land van Okt. Ik zal het hier ergens in beeld zetten. Het land van Okt opzoeken. Dat is een beetje soortgelijk, maar dan heel veel varianten erbij en zo. Nou, oh my god. En dit is ook hetgene in de toets wat het meeste punten oplevert. Maar hoe vaak ik ook dit probeer, ik doe het altijd precies net fout. Oh god. Ik weet niet of ik dit mag laten zien. Dit is dan bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Hier heb je dus in het viertallig stelsel. Dus dat betekent dat je alleen de getallen 0, 1, 2 en 3 hebt. Want dat zijn namelijk 4 getallen. Is dit het getal en dan moet je naar een tientallig stelsel doen. Waar je dus 10 getallen hebt, dat is onstallig stelsel. Dan heb je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En nu denk je waarschijnlijk, ik snap er nog steeds niks van. Probeer het ook maar niet te snappen. Ik ga nu de volgende som uitrekenen. Dat is 1, 0, 1, 0, 1 plus 1, 1, 1. Oh god. Oké. Klopt dat? We gaan kijken in bij de antwoorden of het klopt wat ik heb gedaan. Nee! Hè? Oké, ik moet me zo meteen heel snel klaarmaken om naar Rotterdam te gaan. Maar ik denk dat ik hem heb. Want ik zit nu nog meer sommetjes te oefenen. En ik denk dat ik ineens die switch heb en dat ik het snap. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik ga er nog even eentje proberen. Met een min sommetje, want die zijn net wat lastiger dan plus sommetjes. Even kijken hoor. Dat is dat. Dus dan is hier dit, dit, dit. Dit. Klopt dat? I got it. Oké, nu gaan we heel snel klaarmaken om naar Rotterdam te gaan. Want ik moet over 20 minuten vertrekken naar de bus. De tas is ingepakt en het is nu tijd om naar Rotterdam te gaan voor een toets. Ik hoop dat hij goed gaat. Let's hope so. Goed, ik heb mijn toets zojuist gehad. Ik hoop dat je me kan horen, want er is net een metro voorbij. Maar hij ging best wel goed. Nu is het ongeveer 6:15. Ik heb net gewoon een patatje hier gegeten, want alles is toch dicht, dus ik kan niet ergens echt uitgebreid eten. En een patatje, dat is gewoon super makkelijk. Maar ja, nu is het dus tijd om naar huis te gaan. Ik ben dus ongeveer rond 7 uur thuis, want mijn vader komt me ergens ophalen. Super fijn, dan hoef ik dus niet heel de reis naar huis. Het scheelt weer een half uur. Maar goed. Als mijn vader reageert, want die reageert nog niet. Het is een beetje een fel zonnetje. Maar ik ben dus lekker nu weer thuis. Het is nu 7 uur. Ik ben dus klaar voor deze week met toetsen. Dus dat is heel erg fijn. Volgende week heb ik een hele week stageweek. En die week daarna heb ik weer toetsen en deadlines. Dus ik zal je volgende week weer ergens zien. Goed, het is een paar dagen later. Het is momenteel 12 april. En allereerst heb ik mijn cijfer terug van de toets die ik heb gemaakt. En ik ben super blij, want ik heb een 7. Dus dat betekent dat ik de toets heb gehaald. Woep woep, woep woep. En nu begint echt de rest van de toetsweek. Morgen komt mijn begeleider naar stage. Dus die komt op stagebezoek. En dan word ik dus eigenlijk een beetje beoordeeld. Dus dat is heel erg spannend. Dus daar moet ik een aantal dingen voor voorbereiden zometeen. Ik ben eigenlijk al heel de middag bezig geweest. Tim was er ook. Dus we hebben samen op bed lekker allebei ons ding gedaan.
Maar nu is Tim naar huis, dus heb ik eindelijk tijd om even fatsoenlijk te kunnen plannen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik heb nu echt mijn planner al een paar weekjes niet gebruikt. Ik zal even kijken wanneer de laatste week was. De week van 15 maart. En het is ondertussen alweer 12 april. Maar ik heb iedere keer zo druk gehad dat ik eigenlijk niet eens tijd had om te plannen. Maar de toetsen deze week komen er allemaal aan. Toetsen en deadlines. En er moet aardig wat gedaan worden. Dus we gaan toch deze week even goed plannen. Want dat is gewoon heel erg hard nodig. Fires glow, sparks flying through my heart and I just... Waiting for you, flying top down destination in California. I wanna feel the warm breeze, but I'll wait for you and see. Oh. Het is nu 3:10 en we zijn 3 uur bezig geweest met het geven van feedback op ons feedbackgroepje, zeg maar. Voor ons eindproject, ons groepsproject, ben je gekoppeld aan een ander groepje en dan ga je elkaar feedback geven. Dus nu zijn we 3 uur bezig geweest om heel uitgebreid feedback te geven. Met z'n vieren zijn we daarmee bezig geweest. Nou ja, 1 iemand kwam wat later, dus 3,5 ongeveer. Maar daar zijn we 3 uur mee bezig geweest, dus het is ondertussen al 10 uur. En ik moet mijn les voor morgen nog voorbereiden. Ik had gedacht dat we niet zo lang bezig waren, dus we gaan daar snel even mee verder. Want ik wil het wel even gedaan hebben. Ik moet morgen natuurlijk weer vroeg op. Dus ik denk dat ik morgen best wel een vermoeiende dag heb, aangezien het nu best wel een laat avondje wordt. Je moet het er af en toe een keertje voor over hebben. Hey, het is momenteel dinsdag en vandaag heb ik mijn stagebezoek gehad. Dat is nu dus afgerond. Ik was gisteravond echt super zenuwachtig. Maar morgen heb ik ook een toets, een taaltoets, een taal-Nederlands toets, over grammatica, zinsdelen, etcetera, etcetera. Dus daar ga ik zo meteen nog even lekker voor oefenen. Het is momenteel 7:30. En dan ga ik nog heel even relaxen. En ik denk dat ik even ga douchen. Want door alle stress van vandaag heb ik het aardig warm gehad. En ik ben wel echt even toe aan een lekkere, relaxte douche. Dan ga ik even mijn bureau opruimen. Want daar ligt echt al mijn feedback die ik afgelopen week heb gekregen van mijn stage. Die ligt daar echt allemaal op een hoopje. Dus dan moet ik even allemaal netjes opruimen. En dan ga ik lekker even taal / Nederlands grammatica oefenen. Girl, I'm looking at a face I don't recognize today myself. Don't know what to say, things ain't the same. I felt that we lost our way, the street is two ways and girl. And everybody keeping to themselves. De toets is geweest en ik heb er gelijk een hele gezellige middag van gemaakt. Want ik had mijn klasgenoten natuurlijk een hele tijd niet gezien. Dus daar hebben we gelijk gebruik van gemaakt en we zijn gewoon lekker gaan wandelen en zo. Dus dat was hartstikke gezellig. Goedemorgen, nou ja, eigenlijk is het al middag. Ik zit momenteel in een meeting met mijn groepje voor ons groepsproject. Want morgen daarvoor is de deadline. En ik heb nu een heel lijstje wat we allemaal moeten aanpassen en verbeteren. Want we hebben feedback gekregen afgelopen week van een ander groepje. Dus dat gaan we nu allemaal even verbeteren en verbeteren en verbeteren. We hopen natuurlijk vandaag zoveel mogelijk af te hebben. Zodat we morgen niet de hele dag ermee bezig moeten zijn. Want we hebben maandag ook nog gewoon een toets waar we voor moeten leren. En hoe minder we hieraan hoeven te doen, hoe meer tijd we hebben voor die andere toets. Ik ben nu momenteel bezig met het maken van de layout en zo. Want dat gaat nooit zo soepel met Word. Waarschijnlijk kennen jullie de struggle wel. Dat als je een plaatje verplaatst, dat heel document van... We doen niet wat je wil. We gaan gewoon helemaal shaken en dansen en dat soort dingen. Dus zo zou ik het in ieder geval omschrijven. Maar goed, we gaan nu lekker bezig met het verbeteren en dat soort dingen. Vooral grammaticaal en... Oké, het is ondertussen 4 uur en we zijn een stuk verder gekomen. We hebben heel veel verbeterd. We zijn nu de meeting hebben we gestopt, zeg maar. Maar ik ga zo meteen nog wel echt lekker verder. Want morgenavond is de deadline. En dan gaan we morgenochtend gaan we er weer lekker aan verder. Maar ik ga nu zoveel mogelijk alvast een beetje doen. Net even een korte pauze gehad. Dus dat betekent dat ik nu weer helemaal ready ben om te gaan.
Goedemorgen, het is momenteel vrijdag 16 april, de dag van de groepsdeadline. Dus vandaag moeten we nog aardig wat doen. Ik heb hier nog steeds mijn lijstje die ik gisteren ook had. We hebben nog niet alles helemaal afgerond, zeg maar. Ik ben vooral nu bezig met de layout en het bestand zelf en dat soort dingen. Hoeveel procent is die nog? 17. Oh, nee, dan moet die wel even in de water. Het is nu 9:15 en dus over een kwartiertje begint onze meeting. Want we gaan vandaag gewoon weer echt heel de dag voor zitten. Zo, ik ben nu bezig met het maken van een soort van werkboekje. Om zeg maar door de kinderen te laten maken. Want ik zal even heel kort uitleggen wat we als eindproject hebben. Ik weet niet of je wel eens met de basisschool ergens naar een stad bent geweest. Of je bent naar een plek geweest. En daar heb je eigenlijk allemaal korte activiteiten gedaan. Heb je rondgelopen. Is allemaal informatie verteld. Nou, zo'n soort dag moeten wij ook ontwerpen en maken en bedenken. En alle lessen en dat soort dingen. En wij hebben dan het gebied gekregen Rotterdam Centrum. Rotterdam Centrum en het Oude Westen van Rotterdam. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ik heb een activiteit bedacht over de Diergaarde-singel. Dat is de plek waar vroeger de Diergaarde was. En nu niet meer. Nu is Diergaarde Blijdorp waar die nu zit. Maar vroeger stond hij op een andere plek. En daar ga ik een activiteit over bedenken. En daar ben ik nu bezig met het bedenken van een soort van werkboekje. Het is nu bijna 1:15. Dat betekent dat we nu 3 uur lang aan het bestand hebben gewerkt. En we zijn al echt weer een heel stuk lekker verder gekomen. Ik heb wat dingen kunnen afstrepen op het lijstje. Ik ga zo meteen weer verder. Maar we hebben nu heel even een pauze van 30 minuten. Dus ik ga even naar de supermarkt om even lekker te lopen. Even frisse lucht. En om even een lekker broodje te halen. Want daar heb ik heel erg veel trek in. Want ik begin echt wel trek te krijgen. Je bent toch echt wel heel erg bezig iedere keer. Om 4 uur heb ik een soort van herhalingsles over het vak EHBO. Want daar heb ik maandag een toets voor. Dus daar heb ik zo meteen een soort van quizachtig vragenles. Herhalingsles. Dus ik ben benieuwd wat daar allemaal van terecht komt. En wat het allemaal inhoudt, zeg maar. Ik ga daar zoveel mogelijk proberen aantekeningen te maken van de stof die we moeten weten. Zodat ik morgen echt heel de dag eraan kan zitten. Want ik denk dat ik morgen echt om 6 uur op moet staan. En dan heel de dag aan de EHBO moet zitten. Om het allemaal maar te kunnen leren. Dus want zondag kan ik namelijk niet heel de dag leren. Omdat ik de hele dag moet werken. Nou ja, de hele dag van 11:30 tot 18:00. Dus ik kan 's ochtends nog een beetje leren en 's avonds. Maar die dag erna heb ik dus de toets. En die begint al om 22:30. Dus ik kan ook niet superveel 's ochtends leren. De volgende dag heb ik dan gewoon weer stage. Want ik heb volgende week wel gewoon stageweek. Alleen ga ik dan niet elke dag. Want maandag heb ik dan bijvoorbeeld al een toets. Dus dan kan ik er niet heen. En ze hebben eindcito's. Dus dat is heel spannend voor de kinderen natuurlijk. En daardoor ben ik er ook niet elke dag. Want ja, om elke dag daar maar te zitten van ja, ik heb niks te doen. Helpt niet. Vooral niet als je een deadline hebt die week. En je daar heel graag aan wil werken. Dus ik ga 1 dag niet ook. Dan ga ik aan mijn deadline werken. Want ik heb volgende week vrijdag ook weer een deadline. Dat is mijn herkansing van het verslag wat ik vorige periode niet heb gehaald. Als je wil weten hoe dat allemaal is gegaan. En waarom ik hem niet heb gehaald. Want ik heb er een hele goede reden voor. Kijk dan even de vorige toetsvlog. Want daar zie je me aardig stressen. Maar die heb ik uiteindelijk dus niet gehaald helaas. Was te verwachten. Maar die kan ik dus volgende week herkansen. En dat willen we natuurlijk doen. Want dan heb ik wel hopelijk daarna mijn 8 studiepunten. Daarvoor. Maar goed, ik ga nu niet te lang meer kletsen, want ik heb honger en ik ga een broodje halen bij de supermarkt. Dus I'll be right back. Looking from your telescope, take me on this journey home, I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on the soon, I don't wanna wait no more. Sorry voor de slechte belichting, maar het is nu momenteel 11:05. En we zijn vanochtend om 9:30 begonnen. En ik denk dat ik er echt heel de dag aan heb gezeten. Ik denk dat ik 1,5 uur pauze heb gehad vandaag. Dus dat betekent dat ik er vandaag 11:00 gewerkt heb. Dus 11:00 continu aan dat bestand gewerkt. Niet helemaal groepje heeft dat vandaag gedaan. Ik ben met 1 iemand nog vanaf 6:00 bezig geweest tot heel de avond. Maar een groot deel van het groepje is maar tot 3:30 bezig geweest. Dat vind ik altijd naar aan het werken in groepjes. Niet iedereen toont dezelfde inzet. Vandaag is dus niet de deadline. Want eigenlijk zou de deadline vandaag zijn. Maar het programma waar wij het moeten inleveren had onderhoud. Dus we konden het niet inleveren. Dus we hebben nu uitstel gekregen tot zondag. Nou hoopte ik dat het vandaag af zou zijn zodat ik er vanaf zou zijn. En dat ik er morgen helemaal niet meer aan hoef te denken. En dat ik me kan focussen op EHBO leren. Maar helaas, we moeten er morgen nog wel aan gaan zitten. Maar ik heb al afgesproken met mijn team, zeg maar, met mijn groepje. Dat we daar echt maximaal 2 uur aan gaan besteden. En dan is het echt klaar. Het is ingeleverd. Het is nu
nu kort over 1. Ik moet heel de dag vandaag denk ik aan EHBO gaan zitten. Maar ik heb echt nog geen idee wat ik nou allemaal moet leren. Ik denk dat ik maar gewoon de PowerPoints en dat soort dingen een beetje gaat samenvatten. En ik hoop dat ik daar voldoende aan heb. Ik ga nu eerst douchen en mijn haar wassen. Want door alle stress, ik stink. Echt waar, ik stink. Ik moet douchen, mijn haar wassen, want dat is ook alweer van vorige week zaterdag. Dus dat is even mijn pauze. Dan ga ik ook ontbijten. Het is 1:15 en ik heb nog niet ontbeten. Ik ben wakker geworden, ik ben begonnen aan dit document. En ik heb gewoon niet ontbeten. Whoops. Zo, we zien er een stukje beter uit. Mijn haar zit nog in een handdoek, maar dat moet toch nog even drogen. En ondertussen heb ik alle PowerPoints en dat soort dingen bekeken van EHBO om even een lijstje te maken van wat we allemaal moeten leren. En waarschijnlijk ga je schrikken, want ik heb alle onderwerpen opgeschreven. Nou, dit lijstje plus dit allemaal. Dus eigenlijk zijn het gewoon 3 lijstjes van zoveel. Oh my god. Ik weet echt niet hoe ik dit allemaal moet gaan doen. Want die toets is maandag. Maandag! Hoe in vredesnaam wil ik het allemaal voor maandag weten als ik morgen heel de dag moet leren. Ik weet echt niet hoe ik dat ga doen. En dan gaan we maar gewoon beginnen, denk ik. Goed, het is nu momenteel 10:15. En ik heb heel de avond nog aan EHBO gezeten. Maar ik ben nu wel aardig moe te worden. En ik ben van plan om morgen om 6:00 op te staan. Dus ik zet deze even lekker aan met een lavendelgeurtje erin. Want dan slaap ik dadelijk even lekker. Ook ga ik me zo meteen even lekker insmeren met deze van Lush. Hier zit ook lavendel in. Als die even wil scherpstellen. Maar dan ga ik nu dus even lekker slapen. En morgen staat mijn wekker denk ik om 6:00. Om lekker aan de slag te gaan met EHBO. Want daar heb ik zin in. Want ja, morgen moet ik nou eenmaal heel veel werken. Dus dan heb ik niet zoveel tijd om het overdag te doen. Dus dan moet het wel 's ochtends en 's avonds. Want maandagochtend heb ik de toets. Ik ben echt benieuwd hoe de... Ik heb gewoon geen idee wat ik van deze toets moet gaan verwachten. Want ja, we hebben informatie gekregen. En ik weet dat multiple choice wordt. Maar ik weet dus niet de dieptegang van de vragen en dat soort dingen. Dus ik ga het allemaal maar zien. Er is allemaal heel veel gezeik over geweest. Ik ga daar niet te diep op in. Ik ga nu lekker slapen. Ik ga lekker mijn bedje in. Goedemorgen, het is momenteel dus zondag en ik ben vanochtend om 6:00 opgestaan. Uiteindelijk kwam ik pas om 6:30 mijn bed uit. Oeps. Maar heb ik lekker aan EHBO gewerkt. Ik heb nu van mijn lijstje met onderwerpen en zo heb ik al wat dingen afgestreept en aan deze kant ook. Dus ik heb al heel veel dingen zeg maar in mijn samenvatting verwerkt, maar zeker nog niet alles. Ik denk dat ik nu op de helft ben ongeveer. Ik heb me ondertussen dus even lekker gedoucht, aangekleed voor mijn werk. Ik heb altijd een wit shirtje aan onder mijn werkkleding. Dus mijn werkkleding kan ik er straks lekker overheen doen. Normaal gesproken schrijf ik echt altijd mijn samenvattingen, maar dan ben ik er echt wel een stukje langer mee bezig. Dus nu ben ik ermee bezig om het allemaal te typen. En ik heb tot nu toe 4,5 pagina aan typewerk. En ik ben dus op de helft. Dus ik denk echt dat het een lange samenvatting gaat worden. En dan ga ik deze gewoon uitprinten. En dan ga ik er zoveel mogelijk van overschrijven. Wat ik kan overschrijven, waar ik tijd voor heb. Want van het schrijven, dan, daar leer ik heel erg veel van. Want dan blijft het bij mij een stuk beter hangen. In plaats van dat ik het altijd maar lees. Momenteel 8:30 en ik ben weer om 6:00 opgestaan, maar ik was zo moe dat ik gewoon niet eraan heb gedacht om mijn camera te pakken. Dus het is ondertussen 8:30, ik moet over ongeveer een 30 minuten weg. Nou ja, over 40 minuten, ik moet om 9:10 de deur uit. En ik heb nu lekker even een kopje koffie, want ik ben zo moe. Ik heb de afgelopen nachten iedere keer echt maar 5-6 uur geslapen. En normaal gesproken slaap ik echt elke nacht 9 uur lang. En nu dus 5 of 6 uur. Dus ik ben helemaal versleten. Als ik nu geen koffie drink, dan val ik tijdens de toets echt in slaap. Ik probeer ook een beetje wakker te worden met van die
cold iPads. Ik heb ze in de koelkast even gelegd, dus dan zijn ze lekker koud. En deze zijn van de Action en zijn echt voor een set van 3 of een set van 5. Volgens mij een set van 5. Maar daarvoor, ze zijn echt 80 cent en ik vind ze echt heerlijk. Ik heb nu ook even lekker een ontbijtje en ik ben mijn samenvatting even aan het doornemen. Op zich gaat het wel redelijk, maar ik val echt bijna in slaap. I love it. Is vanochtend geweest. Het is ondertussen nu 7 uur. En ik heb echt heel de dag geslapen. Ja, de toets die was echt zo'n chaos. Er stond 2 keer vraag 39. Allemaal spelfouten en dat soort dingen. Dus ik hoop dat het wel goed is gegaan. En ik was het met heel veel antwoorden. Die was ik het maar half eens, zeg maar. Dus dan had je bijvoorbeeld van, je hebt dit is er gebeurd met een kind. Wat moet je doen? En dan was ik bijvoorbeeld met 2 vragen was ik het half eens. Want dan was ik het met deel 1 van de vraag 1. Maar met deel 2 was ik het niet eens. En dat had ik echt met heel veel vragen. Of bijvoorbeeld, dat was een vraag. Wat zijn de vitale functies van het lichaam? Nou, wij hebben geleerd tijdens de les. Dat is de afkorting BA. Dus bloedsomloop, ademhaling en hersenen. Maar dat antwoord stond er niet bij. Er stond wel bloedsomloop, ademhaling en organen, maar ook bloedsomloop, ademhaling en bewustzijn. Dus welke moet ik dan kiezen? Ik hoop gewoon echt heel erg dat ik hem heb gehaald. Ik denk dat ik hem of net wel of net niet heb gehaald. Maar anders weet ik in ieder geval een beetje wat ik van de toets moet verwachten. Deze week staat op de planning mijn toetsweek. Stageweek. En dan heb ik, vrijdag heb ik een deadline voor een herkansing. Voor de herkansing van thema 6. Dus die had ik vorige periode helaas niet gehaald. Laat ik er alvast even naar kijken. Want ik heb nu toch vanmiddag lekker even geslapen. Dus ik heb nu wel wat energie daarvoor. Het is ondertussen de volgende dag. En het is momenteel dinsdag. Dat betekent dat ik vandaag heel de dag stage heb gehad. Maar daar heb ik niet heel veel kunnen doen. Aangezien de kinderen hebben momenteel eindcito. Het is namelijk tijd voor de eindcito's van groep 8. Dus ik heb eigenlijk mijn laptop meegenomen en ben gaan werken aan mijn thema 6 herkansing. Dus ik ben mijn portfolio gaan verbeteren, ik ben de feedback gaan verwerken. En we hebben zojuist gehoord bij de persconferentie dat ik weer 1 dag naar school mag in de week. Dus dat was echt super fijn, daar ben ik super blij mee. Want de laatste keer dat ik echt lessen heb gevolgd op school is ook weer voor de lockdown, dat was ook weer 15 december. Dus ik ben heel blij dat ik weer lekker naar school mag. Let niet te veel op mijn haar, maar het is momenteel, ik moet even naar de datum kijken, 23 april. Dat betekent dat ik vanavond mijn herkansing moet inleveren voor thema 6. Dus daar ga ik zo meteen nog even de laatste paar dingetjes aan aanpassen, een beetje controleren. Want ik heb hem eigenlijk zo goed als verbeterd, maar ik wil nog even spellingcontrole of ik mijn bronnen goed heb vermeld, APA-controle. Al dat soort dingen wil ik even doen. Kijken of het allemaal correct is en dan ga ik hem inleveren en dan ben ik klaar voor deze periode met al mijn toetsen. Oh my god. Afgelopen 5 weken zijn zo extreem hectisch en chaotisch geweest. Dus deze vlog is waarschijnlijk ook echt chaotisch aan alle kanten. Sorry daarvoor. Maar echt, oh. Ik ben ook gewoon echt helemaal gesloopt. Even kort samenvatting van de afgelopen 5 weken. Elke periode 10 weken. Nou, de eerste 5 weken zijn altijd lesweken. Dus daar heb ik verder niet heel veel bijzonders. Dat zijn gewoon lessen die ik moet volgen. Online, fysiek. Maakt niet uit hoe. Dan heb ik nog 5 weken. Normaal gesproken heb je een stageweek, een toetsweek, een herkansingweek. En heb je vaak nog 2 weken die voor andere dingen gebruikt worden. Nou, nu dachten ze, we doen het even anders. Dus we hadden de eerste week na onze lesweek hadden we een stageweek. Daarna hadden we een toetsweek. Daarna hadden we een stageweek. Daarna hadden we een herkansing / toetsweek. En daarna hadden we een stageweek en toetsweek in 1. Jee, echt verschrikkelijk. Ik vond echt geen leuke 5 weken. Ik ben helemaal versleten. Kijk, ik vind extra stage vind ik hartstikke leuk. Ik vind de klas gezellig. Ik leer er superveel van. Maar om het tijdens mijn tentamenperiode te doen vind ik echt verschrikkelijk. Want na een dag stage, ik heb vandaag heel de dag stage gelopen en ik ben gewoon helemaal versleten.
Want ik kwam om 2:30 kwam ik thuis. Nee, dat is een geintje. 3:00 was ik ongeveer thuis. Het is nu 5:50 en ik heb nog geen ene reet uitgevoerd. Ik heb gedoucht, want ik had het hartstikke warm van al het sporten met de kinderen. Want in de pauzes doe ik altijd mee met voetbal en met tafelen en dat soort spelletjes. Dus ik ben altijd echt super fanatiek met dat soort spelletjes. Dus ik ren alle kanten op. Dus ik heb het daarna altijd aardig warm, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik heb gedoucht en daarna heb ik alleen maar YouTube gekeken. Lekker op bed gelegen. Ik ga nu op mijn laptop wel lekker op mijn bedje. Want ik heb geen zin om achter mijn bureau te zitten. En het is ook echt een troep. Echt een troep. Dus ik ga nu even lekker alles even afmaken. Dus ik open mijn Word, mijn bestand even. En dan gaan we het allemaal even controleren. Het is ingeleverd. Ja. Oh my god. Ik heb nu eindelijk even een weekendje rust van school. Echt heerlijk. Ik heb morgen 1 dag rust. Niet heel lang, maar goed. En nu is alles ingeleverd en heb ik eigenlijk niks meer qua deadlines en dat soort dingen. Dus er gaat zo'n last van mijn schouders af. Heerlijk. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze mega lange toetsweekvlog. Het is deze afgelopen 5 weken mega chaotisch geweest. En daardoor heb je eigenlijk best wel een heel erg realistisch beeld gekregen. Maar ook een super lange toetsweekvlog. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje leuk vonden. En een beetje interessant. Ik ben bij sommige toetsen en verslagen natuurlijk best wel in detail geweest wat ik allemaal moet doen. Dus laat even weten of je dat leuk vindt. Of dat je liever een kortere vlog wilt een volgende keer. Want dan weet ik wat ik de volgende keer voor jullie kan filmen. En of ik uitgebreid moet ingaan op mijn toetsen. Of dat het gewoon een beetje abstract mag zijn. Goed. Voordat ik deze video afsluit, omdat deze video al zo lang duurt, wil ik deze outro niet te lang maken. Maar voordat ik deze video afsluit, wil ik het heel even kort hebben over mijn cijfers. Zoals ik al eerder in deze vlog heb verteld, heb ik 1 cijfer en dat is voor het vak gecijferdheid 7. En daar heb ik dus een 7 voor waar ik super blij mee ben. Want dat betekent dat ik deze toets heb gehaald en dat ik mijn studiepunten dus binnen ga krijgen. Maar van de andere 4 vakken, of in ieder geval van 4 toetsen, deadlines, heb ik nog geen cijfer. Dus daar moet ik nog even op wachten. Net zoals jullie. Dus jullie kunnen ook niet gelijk mijn cijfers weten. Zodra ik mijn cijfers weet, zal ik ze in de beschrijving zetten. Dus wil jij nou over een tijdje weten welke cijfers ik heb gehaald, moet je even in de beschrijving kijken. Misschien staan ze er al bij en anders moet je nog even wachten. Ik hoop dat je met dit realistische beeld van een toetsperiode van mij, ik weet niet wat ik ermee wil bereiken. Ik weet niet of ik je motivatie wil geven of gewoon een kijkje in de babo of wat dan ook. Maar ik hoop wel dat je deze video leuk vond. Vergeet hem zeker geen duimpje omhoog te geven. Vergeet hem niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Klik gelijk op dat belletje zodat je weet wanneer ik een nieuwe video plaats. Volg me ook even op Instagram als dat leuk lijkt. Daar plaats ik wel eens updates over video's of wanneer video's wel online komen en niet. Maar ook kan je me wat meer volgen in het dagelijks leven. En dan hoop ik je te zien bij een gloednieuwe video. De volgende keer weer. Bye!